Hoi, welkom bij mijn eerste video. Mijn naam is Herman Duurs, geboren en getogen in Almelo. Nu woonachtig in Friesland sinds 1995. Waar ik het met jullie over wil hebben, is rawfood. Vanwege mijn ziekte ben ik uit gaan zoeken of ik er wat aan zou kunnen doen. Mijn ziekte is reuma trouwens. RA. En toen heb ik het gezocht in voeding. Sorry hoor, maar ik word nog even op het papiertje. Ik heb dingen genoteerd wat ik allemaal wil zeggen, maar anders blijf ik maar alles door elkaar heen halen. Rawfood. Iedereen denkt rauw, worteltjes, sla en dat soort dingen. Daar kun je toch niet van leven. Maar als je goed bekijkt, is raw in het Engels betekent eigenlijk onbewerkt. Onbewerkt levend voedsel. Dat is wat het lichaam nodig heeft, waar het lichaam wat mee kan. Ik wil eigenlijk een hele hoop dingen zeggen, maar dat kan niet in één video. Dus ik probeer video's te maken van 4 à 5 minuten. Elke week één, misschien wel twee in de week. Dat zien we dan wel. Om dan even uit te leggen wat rawfood nou eigenlijk precies is. Hier in Nederland is het niet zo bekend. In Amerika wel. Ik kom wel in het westen van het land. Iets meer dan hier in het noorden of het oosten van het land. Of het zuiden. Is het niet eenzijdig, vragen ze wel eens. Dan zeg ik nee. Als je een dag in ons leven mee zou maken. Je ziet wat wij allemaal eten. Dat zijn echt gerechten die zo heerlijk zijn. Ook een hele hoop fruit trouwens, zo tussendoor. En dan zeg je, nou ja, pakken we even een bord vol druiven of kersen en dat soort dingen. Maar de ochtend bijvoorbeeld, ik begin met een groene smoothie. Het bestaat meestal uit 2, 3 of 4 bananen. Wat groene bladgroenten. Dan doen we wat zaden, chiazaden, doen we erin. Voor eiwitten of aminozuren eigenlijk. En ik doe er wat gemberwortel in, goed tegen reuma. En 1 tot 2 liter praat je over, dat zijn echt hele grote pot vol. Daar kun je toch tot een uur of 10 kun je daar wel mee doen. Maar dan moet je ook wel weer eten. Doe je dat nou 100%? Dus echt de hele dag alleen maar raw food eten, alleen maar rauw? Nee. Er zijn dingen die we dus erbij doen. Dat ik bijvoorbeeld eens wat stoomt. Mijn vrouw doet dat niet overigens. Maar je hoeft dat niet 100% te doen. Zijn mensen doen 70%, er zijn mensen doen 80, 90%. Ergens daar in de buurt. Maakt dat maar niet uit. Onze dochter, die zegt dat tegen mij raw till 4. Dus tot 4 uur. Niet zeg maar vanaf 4 uur warm gaan eten of gekookt of vlees en weet ik wat alles. Maar tot 4 uur onbewerkt gaan eten. Onbewerkt levend voedsel. En dan zul je merken dat na 4 uur heb je al zoveel gegeten dat je niet eens zo'n heel groot bord vol op kunt. Maar dat doen dus een hele hoop mensen. En af en toe heb ik ook wel eens dat ik zalm even stoom. Ja, daar heb ik dan even behoefte aan. Maar grotendeels onbewerkt. Grotendeels. 80-10-10 zeggen ze ook wel eens. 80% koolhydraten. En geen suiker. Maar koolhydraten uit groente, fruit, noten, zaden en bessen. 10% vet. 10% eiwit. En met eiwit bedoel ik aminozuren. Die gekke is in groente en fruit zit ongeveer 80-10-10. Dat is ooit eens uitgezocht door een wetenschap. Dat zit daarin dus. En dat is wat je nodig hebt. Meer heb je niet nodig. Alles zit daarin. Je moet niet in één keer dit doen. Wij hebben, nou denk ik wel een jaar over gedaan. Misschien wel anderhalf jaar. Om van normaal eten, alles eten. Ik was echt een vleeseter.
om te gaan naar dit, ja, ze zeggen wel eens dieet, ik noem het meer een lifestyle. Als je dat in één keer doet, dan krijg je allerlei ontwenningsverschijnselen. We hebben jeugdpauzes gehad, maar je krijgt ook positieve verschijnselen. Ik heb geen bril meer nodig, mijn haar begint weer te groeien, hier, daar was ik kaal, er zit gewoon weer haar. Dus het heeft echt zoveel voordeel. Alleen ik kan het niet nu allemaal in één video zomaar even vertellen. Dat zou veel te lang duren. En ik denk dat dat nog een saaie video wordt. En wat ik wil doen, is de tijd vrijmaken voor jullie. Om 1 à 2 keer in de week, misschien 1 in de 2 weken, misschien doe ik het wel om de andere dag. Gewoon een video op YouTube plaatsen over raw food in Nederland. Bedankt voor het kijken. Ik zet hem uit.